Het hoofdkantoor van de Stichting Jeugd en Verzorging, JTV, aan de Kernkampweg voldoet niet meer aan de hedendaagse behoeften voor dienstverlening. Het hoofdkantoor is ingedeeld voor de diensten onderwijs, huisvesting, administratie en directie. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid sprak gisteren bij de behandeling van de ontwerpwet uitoefening geneeskundige beroepen en gaf aan dat de stichting ook te maken heeft met de issue van opstalrecht bij het Medisch Wetenschappelijk Instituut. Ik ben met mijn collega van onderwijs in overleg hoe dit opstalrecht en deze kwestie verder wordt opgelost. De Stichting Jeugd en Verzorging heeft een terrein te Charlesburg en kan eventueel ingezet worden als een onderwijsinstituut op die locatie. De huidige capaciteit aan fantomen en in de praktijk aan de Kernkampweg is slechts goed voor 12 studenten. De bewindsman gaf ook aan dat de noodzakelijke vervangingsinvesteringen door het gebrek aan financiële middelen in de afgelopen 10 jaren zijn uitgebleven. Hierdoor was de dienstverlening van JTV niet optimaal. En doorslaggevend is geweest het besluit van de minister van Financiën in 2018 dat er geen diepte-investeringen bij het JTV meer mochten plaatsvinden en de JTV alleen lonen uitgekeerd zou krijgen. En dat is een enorme domper geweest voor de stichting. Vervangingsinvestering is noodzakelijk voor duurzaam onderhoud, maar ook voor de hulpbehoevenden, vooral bejaarden en mensen met een beperking, die nu wegens gebrek aan handsteunen en andere dergelijke hulpmiddelen de poli niet of slecht kunnen bereiken. Er zijn dringende aankopen en die aankopen moesten sinds 2018 plaatsvinden. Helaas heeft de minister van Financiën toen besloten dat er geen diepte-investeringen bij jeugd en verzorging mogelijk waren. En de dringende aankopen die nu voorgesteld zijn en waarvoor het ministerie op dit moment de financieringsmogelijkheden aan het uitzoeken is, zijn onder andere 8x dental chairs, dus behandelstoelen, plus units, voor directe dienstverlening te Pokigrong, Mungo 2, Redidoti 1, Paramaribo Noord 2 en het hoofdkantoor 2. Geeft al aan dat er 8 stoelen per direct vervangen moeten worden voor de continuïteit van dienstverlening. De wet uitoefening geneeskundige beroepen werd gisteren met algemene 41 stemmen aangenomen in de Nationale Assemblée. De 3-jarige HBO-opleiding is hiermee veranderd naar een 4-jarige bacheloropleiding. Ook de naam van het instituut zal worden aangepast van opleiding voor jeugd en verzorging naar de opleiding voor oral health therapist. Afgestudeerden zijn in de toekomst belast met de tandheelkundige zorg van zowel jeugdigen als volwassenen.